Visafval, kattenvoer of tomatensoep dat over de datum is. Zit er te veel zout in of juist te weinig suiker? Hier maakt het niet uit, want al het afgekeurde voedsel kan gebruikt worden om biogas te maken. Afval wordt hier echt verzameld en we maken er iets moois van. Het verpakkingsmateriaal, zoals deze blikken, wordt gescheiden van de afgekeurde tomatensoep die in deze opslagtanks wordt bewaard. Daar vandaan gaat het naar de volgende tank. Het afval wat we net ingezameld hebben, tomatensoep. Deze soep die, wordt opgevangen in die eerste bunker die daar zit. En dan wordt het hier vanaf hier wordt getransporteerd door deze leidingen naar de vergister toe. En in die vergister gebeurt het allemaal. Een dikke smurrie van soep en ander voedselafval borrelt er daar lustig op los. Dat wordt veroorzaakt door de bacteriën. De bacteriën zetten het voedingsmateriaal om in gassen. En dat is biogas. Maar aan biogas zelf heb je nog niets. Je kunt er je huis niet mee verwarmen of een Spakenburgs visje mee bakken. Nee, voor groen gas moet er nog één ding gebeuren. In deze installatie moet alleen nog het teveel aan CO2 worden verwijderd. En dan? Gaat uiteindelijk het gasnet in als het helemaal goedgekeurd is. En dan gaat het uiteindelijk naar uw gas van huis, ja. Voor onze tomatensoep. De tomatensoep was nog weer op te warmen, ja. Ja, een ander blikje, maar het is wel, dat zou kunnen, ja.